Hoi iedereen, ik zie mijn klokjes niet. Oh, hier. Dit is weer een shoplog. Ik shop volgens mij iets te veel de laatste tijd. Maar goed, ik ben bij mijn vriend, zoals jullie kunnen, misschien wel kunnen zien. En we zijn even Groningen in geweest, of tenminste, ik wilde even Groningen in. En toen heb ik wat dingetjes gekocht. Nou, ik ben zoals gewoonlijk onder andere bij Kruidvat geweest en voor het eerst heb ik iets van de Mac gekocht en daar ben ik zo blij mee. Ik zou even beginnen met de gewone dingen van de Kruidvat. Even kijken, ik heb voornamelijk bijna allemaal nagelproducten gekocht. Als eerste deze, dit zijn tips. Nou, ik heb ze nu hier op, zoals jullie kunnen zien. Deze. Ik heb wel het bonnetje. Maar zoals gewoonlijk staat er alleen maar dat. Dus ik ga het proberen om het een beetje. Volgens mij waren deze 2 euro. Als ik het goed heb. Daarbij heb ik ook meteen maar het lijm gekocht ervoor. Deze was 2,50 of 1,70. Nou goed, dat bedoel ik. Ik heb geen idee. In ieder geval deze erbij. Anders kan je ze niet opplakken. Want er zit verder geen lijm in. Dan zag ik deze 2. Een base en een top sealer. En dit moet je laten lijken alsof je gel nagels op hebt. Nou, ik had het gehoord in een nieuw filmpje van Kaya. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel heel fijn als dat zo is. Nou, ik heb ze nu even opgedaan. En ik vind het resultaat eigenlijk heel mooi. Kijk, de andere kant. Misschien even wat dichterbij. Ik vind het echt een heel mooi resultaat. Het is goed gelukt. Ze zijn makkelijk op te brengen. Nagels hebben zo'n, nou, ik krijg hem nou niet open. Zo'n dingetje waar je het dan mee los kan maken. En dat ze dan gewoon makkelijk vasthouden. Maar daar komt nog een hele review over op de site. Dan heb ik een nagelverhardener gekocht. Ik merk dat mijn nagels de laatste tijd een beetje slap zijn. En deze geeft dus ook aan dat hij een brightening effect heeft voor je vergeelde nagels. Nou, daar heb ik last van. Dus ik ga kijken hoe het eruit komt. Dan waren de oogschaduw van Catrice in de aanbieding. Nou, ik heb nog nooit een oogschaduw van Catrice gehad. Maar ik heb 2 kleuren gekocht. Ze waren 2 voor 5 euro. En ze lijken. Oh nee, zo zie je dat ze verschillen. Als je ze in het echt ziet, lijken ze heel erg op elkaar. Deze, ik heb ze nog niet eens geswatcht, want ik wou er eerst foto's van hebben. Deze heet 350 Starlight Espresso en ik ga hem nu swatchen. Ik weet dus ook niet wat de pigmentatie verder is van Catrice oogschaduws. Nou, de pigmentatie is geweldig, zie ik nou. En dit is het kleurtje. Dit is een beetje een bruin taupe kleurtje. Hij viel me meteen op en ik vond hem hartstikke mooi. Nou, de swatch ziet er goed uit. Het lijkt, ze voelen een beetje creamy aan. Nou, dat is ook altijd nooit weg. Dan heb ik deze. Nou, deze lijkt er dus heel erg op in het echt. Deze heet 270 Grace Philosophy. Dit is dus een iets grijzerige kleur. Ik moet zeggen dat ik hem in de winkel mooier vond. Want toen leek hij echt een beetje licht beige. Nou, dus echt niet. Deze gaan we ook even swatchen. Nou, ze voelen echt ontzettend creamy aan. Deze gaan we ernaast doen. Even kijken. En dit is het andere kleurtje. Nou,
hiermee ga ik nog een look maken. En als jullie dat leuk vinden, laat het dan even achter in de comments. Dan maak ik er een filmpje van. Ik zal sowieso de foto's dan posten op mijn site. Link ook hier in de beschrijving. Dan heb ik deze van mijn schoonmoeder gehad. Ik heb hier al... van deze lijn heb ik er al 2 of 3. En dit is de nummer 03 Cookies and Cream. Ze had hem gekocht, maar ze doet er niet zoveel mee. Dus ik heb hem gehad. Nou, perfect. In totaal was ik bij de kruidvat was ik €17,54 kwijt. Is nog te doen. Toen wou ik naar... ik wil alles van MAC. En toen... in Groningen hebben ze een MAC store bij de... die zit in de Douglas. En daar heb ik... Oh, dit is niet echt heel handig. Zo. Daar heb ik dus iets van MAC gekocht. En ik was heel erg aan het twijfelen. Want ik wilde hem heel graag. Maar ik wil daar alles hebben. Dus eigenlijk wist ik helemaal niet wat ik moest halen. Maar ik heb dus... Volgens mij het goedkoopste bij hun gehaald. Da-da-da-da-da. De brush cleanser. Ik heb hier hele, hele goede dingen over gehoord. Toen ik vroeg naar een meisje van hoeveel kost die. Want de prijzen staan er wel bij, maar niet van deze. Toen zei ze, nou hij is €12. Uiteindelijk leek hij dus €11 te zijn. En dan heb je 235 milliliter. Toen ik aan de vroeg zeg ze, ja, ik raad hem je aan. Want dan onderhoud je beter je kwast en dan blijft ze langer mooi. Toen had ik zoiets van, ja, €12 voor een brush cleanser. Maar ik heb hem toch gekocht, want ik wil toch naar mijn kwasten. Kijk, ik ben zo iemand die zegt dat je altijd je kwasten moet wassen, maar zelf nooit doet. Of tenminste nooit. Ik doe het wel, maar niet met regelmaat. Want ik heb gewoon geen zin om elke keer maar weer ook mijn wasbak te gaan vullen. En baby shampoo toe te voegen. En dan uren. Of tenminste, nee niet uren. Maar een tijdje mijn kwasten te gaan wassen. Nou, daar heb ik geen zin in. Zo eentje ben ik niet. Dus dit is dan ideaal. Ik heb hem al uitgeprobeerd. Net. Zo ziet hij eruit. Nou, jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal. Hij ruikt heel sterk naar alcohol. Het eerste wat ik ook van het meisje te horen kreeg was van dopje er goed dicht op doen. Ik doe hem nou open. Want er zit alcohol in en dat verdampt dan. En dan heb je helemaal niks meer aan je brush cleanser. Nou, daar heb ik geen zin in, want ik heb €11 voor betaald. Nou, ik heb het net geprobeerd met wat kwasten. Nou, deze had ik zwart gebruikt. Hij is nu alweer droog. Je ruikt nog heel ver weg alcohol, maar dat, als hij helemaal droog is, dan is dat waarschijnlijk wel weg. Dus die, en ik wilde een concealer daar weg, want ik heb gehoord dat de Studio Finish Concealer echt top is. Als je ervaring ermee hebt, laat het me weten. Ik zoek vooral een concealer voor mijn donkere kringen en voor puistjes. En ik heb gehoord dat die goed was. Laat me weten met welke concealer jij ervaring hebt van de MAC. Welke jij mij zou aanraden. Ja, ik wilde hem meenemen. En toen dacht ik, ja. Ik had geen zin. Want ik had eigenlijk helemaal geen zin. Want je moet het dan natuurlijk aan de verkoopster vragen. Van, goh, welke kleur ben ik dan? Want ja, ik kan wel zeggen van, nou ja, ik ben zo'n kleur. En straks ben ik het niet. En dan, het is geen concealer van €2. Het is een concealer van €16. Dus ik ga de volgende keer ga ik het wel halen, denk ik. Heeft mijn vriend die heeft een sampletje meegekregen van, oh god, Anna Jacke of zoiets. Nou, deze dus. Van een testertje. Hij ruikt lekker. Ik weet niet of die gaat halen. Hij is heel erg gehecht aan. Oh. En ik zag dus de verkoper, zag ik deze erin doen. En toen dacht ik, oh, ik krijg een mini lipstick mee. Dat dacht ik echt, want ik zag ook dit. Ik denk, oh, dat is de kleur. Nou, een mooie kleur. Maar dit is dus gewoon een testertje van een parfumflesje.
Nou, deze ruikt heel erg lekker. Alleen, ik heb wel gemerkt, ik had hem toen op en na een kwartier rook ik hem al niet meer. Dat ik echt zoiets van had van, dat vind ik eigenlijk voor een eau de parfum, vind ik het een beetje te weinig. Dus de brush cleanser was 11 euro, heb ik gezegd. En ik ga zeker de, wil ik de concealer halen en ik wil een foundation halen. Het is natuurlijk niet een van de goedkoopste dingen. Ik raam ondertussen ook dit op. Het is natuurlijk niet een van de goedkoopste dingen en dat realiseer ik me ook wel. Maar voor een keertje moet kunnen. Nou, ik dacht dat ik dan gewoon een Douglas tasje zou krijgen. Maar ik heb een mooie MAC tas gehad met een Douglas sticker erop. Oh. Zo. En dit was het eigenlijk alweer. Ik ga dit filmpje meteen editen, uploaden. En dan kunnen jullie hem vanavond nog even zien. Ik ga nu naar beneden. Want mijn vriend moet zo werken en ik ga hem even wegbrengen. Dit zijn dus de nagels. Laat me weten of je dus ervaring hebt met een van de concealers of foundations van MAC en welke je me dan aanraadt. Ik heb een gecombineerde huid. Laat me weten of je misschien ervaring hebt met deze tips van de Essence Line. En dan zie ik jullie heel graag terug bij de volgende video. Doeg!